Guess who's back? Back again. Hey guys. Ik heb een tijdje niet gevlogd. Dit is hier even een update. Deze vlog die jullie nu gaan zien is de laatste weken van Judson. Ik heb eigenlijk niet meer gevlogd vanaf Halloween. Dus jullie gaan nog een stukje zien van Thanksgiving. Voor de rest heb ik veel geleerd. Mijn vakken goed afgesloten. Ik heb 4 keer een E en 2 keer een B gekregen. Dus ik heb het goed afgesloten. Mijn mama heeft me bezocht. Tenminste heeft me opgehaald vanaf Judson. En daarna zijn we een weekje naar Chicago gegaan. Maar dat is de volgende vlog pas. Dus ja, eerst deze vlog. Check it out. Heb ik verder nog iets te vertellen over die vlog? Eigenlijk niet zoveel. Thanksgiving heb ik niet zoveel gefilmd. Vond ik een beetje raar. Dat zeg ik later ook in de vlog. Dit is charming. En verder. Dus mijn week daar afgesloten. Mensen gedag gezegd. Iedereen was eigenlijk, al mijn vrienden waren eigenlijk al weg voordat ik naar Chicago afreisde. Dus dat was op zich wel fijn. Kon ik iedereen gewoon normaal gedag zeggen. Wat heb ik nog meer in deze week gedaan? Laat me even denken. Tenminste, weken. Het zijn eigenlijk weken. Dus we hadden Thanksgiving. Afsluiting van alle vakken. Mijn finals gehad. En dat was het eigenlijk volgens mij wel een beetje. Dus ja, check it out. The aftermath of Halloween. Poor thing, he's drowning. Jongen, de herfst is echt begonnen. Het is fucking koud. Zo, gevoelstemperatuur voor vandaag is 7 graden. Het voelt alleen aan als -3. Het is alleen niet aan het vriezen. Yep. Thanksgiving. Het is een mooie dag vandaag. Ik ben onderweg naar Lidner. En dan gaan we zo meteen. Ik weet niet waar we naartoe gaan, maar we gaan lekker eten. Ik ben weer terug in mijn dorm. Ik vond het een beetje raar om daar te filmen in het huis. Maar het was een etentje van de sportmasseur van het voetbalteam. Ik kwam er om 2 uur aan. Het is nu. Waar is mijn telefoon? Half acht. Het is 7:30. Ik heb wat eten meegekregen. Dus dit is voor kip. Dit is een pumpkin pie en een appeltaart. Dus ik zit wel even goed. Ik ben nu weer terug, dat zei ik net ook al. Ik ben terug. We gaan hier denk ik nog een beetje after partyen of iets in die richting. Want ja, campus is dood en eigenlijk is er verder niemand. Dus zodoende. Dus ja, Thanksgiving was leuk. Het is een beetje hetzelfde als kerst. Of zo, als je het zo kan noemen. En het was gewoon gezellig. Dus dat. Hey guys. Laten we. Laten we even checken wat. Wow. Laten we even kijken naar wat de resultaten zijn uit mijn poll. Die ik
een paar weken geleden op mijn Facebook had gezet. En waar jullie allemaal, of niet allemaal, maar waar mensen op gestemd hebben. Dus gewoon even kijken welke steden ik ga bezoeken als ik hier vanaf Chicago naar New York ga reizen. Let me checken. Dus de steden zijn geworden. Detroit als eerste stad. Pittsburgh en Washington. Super nice, super nice. Laatste week, tentamens, examens. En ik ben ziek, echt, ik zit helemaal vast. Panda in mijn tas, het gaat nooit passen. Hoe ga ik dit allemaal meekrijgen? This is the end. Yes. Dat moeten filmen net toen we de jutos gingen pakken. Ja, maar dat was hels. Ik heb te veel spullen gekocht. Ik heb de bedden weer teruggezet in de slaapkamer. Wat ik volgens mij wel nog moet doen, is mijn douchegordijn eraf halen. Die moet ook weg. Nee, ik moet het zeg maar opleveren zoals ik het kreeg. En ik had geen douchegordijn. Ja, ring ook. Het is done. Bye, Judson. Gewoon trekken. Moet ik helpen?